Als je niet zou weten wat bewustzijn is, waar is je dan je aandacht op? Er is iets nu wat zich moeiteloos bewust is van wat jij nu denkt en voelt en hoe die microfoon beweegt en de geluiden. Dat wordt gewoon moeiteloos geregistreerd. Yes? Ja. Goed, dat. Dus de waarnemer? Nee, want dat is weer een iemand. Okay. De waarnemendheid. De waarnemendheid. Yes. Want strikt genomen is het onpersoonlijk. Dus mijn persoonlijke gedachten worden gewoon gezien. Of ervaren, zo je wil, door iets wat niet persoonlijk is. Dus er bestaat geen waarnemer, maar... Voilà. Yes. De waarnemendheid. Yes. Richt je aandacht op de waarnemendheid. Yes, die er gewoon is. Alles wat je ervaart wordt gekend en dat kan tot je doordringen. En dan kan tot je doordringen dat je meestal in, laten we zeggen, dat gebied wat we mind noemen, is niet echt een gebied, maar goed, for the sake of argument, daarin zitten te rommelen, terwijl er ook een achtergrond is, die is gewoon vrij en open en stil en helder en oordeelloos. Als ik mijn aandacht daaraan schenk in plaats van die ik wil dit modus, ga ik daarop lijken, zou je kunnen zeggen. Als ik mijn aandacht aan die angsthaas geef, dan word ik dat steeds meer. Maar ben ik te volgen? Maar dan ook uit het begrijpen blijven. Er kan begrip opkomen, maar dat is iets anders dan op een gestreste manier proberen iets te gaan snappen. Dus in de ego-mind-modus zitten we, oh ja, ik moet dit te pakken zien te krijgen, want anders... Dat is gewoon neurose, wat wij meestal voor denken aanzien. Dat hoort bij ego-mind. In de clear-mind-toestand kan het zijn dat iets je bezighoudt, maar dat is in een soort space. En ik kijk daarnaar, ik luister daarnaar, het is meer contempleren, zou je kunnen zeggen. Er hoeft niet meteen binnen 3 seconden een resultaat, ik hoef ook niet mijn zin te hebben. Ik wil gewoon weten hoe iets zit. Maar daar zit geen stress op. En daar waar je je dan voelt, kun je weten? Ja, uiteraard. Op het moment, kijk, strikt genomen is ieder gevoel van kramp of lijden of emotionele pijn eigenlijk alleen maar één dingetje. Een signaal dat je aan de verkeerde kant van de streep zit. Het is gewoon een signaal, get back. Maar wij gaan ons bezighouden met waar komt de pijn en de onrust en weet ik wat vandaan. En, nou ja, dan zeg ik altijd van dat komt omdat toen ik 6 was kreeg ik een blauw fietsje in plaats van een rode. En, nou, I'm fucked for life. En allemaal zielige dingen, weet je wel. Terwijl strikt genomen is het alleen maar een signaal, keer terug naar je oorspronkelijke toestand. Ik merk dat ik enorm in mijn hoofd bezig ben, ook dat probeer te begrijpen. En volgens mij is het ook weer dat... Dat spirituele ego, of die mind, die zijn ding niet mee wil doen. Sure. Nou, dat constateer je dan. Get out of there. Geef je aandacht. Ja, ik ben al even met dit bezig. Dat is gelijk de bedoeling, maar het was zo druk dat ik dat... Nee, dit kan nooit de bedoeling zijn, want als we zo in beslag genomen zijn, dan kan er helemaal niks binnenkomen. Dus het handigste is om op satsang zo ontspannen mogelijk te zitten, niet proberen op te letten en het te begrijpen. En wat voor jou bedoeld is, dat komt echt wel binnen. En alles wordt gehoord, I'm telling you. Je hoeft niks te doen. Nee, het is op mij heel erg ruimte inneemt. Ja, dat idee heb ik ook, ja. Dat is een beetje jammer, hoewel, er is zo oneindig veel ruimte. Dat gebiedje waar die activiteit is, ja, dat is ongeveer zo'n bolletje. Nou, op de oneindigheid stelt dat nou ook weer niet zoveel voor, hoor. Want ik ging nog even zitten, want ik ben nog gek van dat. En ze dacht, oké, ik ga zitten en dan stel ik mezelf weer die vraag. Wie ben ik? Ja. En dan ontstaat er eerst een soort gevoel van, nou, licht schijnt op mij, zo'n schaamtegevoel. Op een gegeven moment een soort besef van, ik weet het niet. Goed. Ik zag ineens dat ik weet het niet, ik kan emoties loshuilen. En ik zag dat het hele zoeken eigenlijk gevoed wordt door, ik weet het niet. Ja. En ik zag al die rollen die ik speelde en ik dacht, dat ben ik niet. En ik zat in een hele
Yes. Exact. Alles geïmuleerd. Dus dat niet weten, om het zo maar te zeggen, is eigenlijk de essentie. En dat is waar we de hele tijd bij weglopen. Ja. Een ander woord daarvoor is leegte of stilte. En die ik-figuur, die constructie, die leeft op basis van zogenaamde kennis. En duidingen en verklaringen enzovoort. Zolang dat bezig is, vindt hij heerlijk. Maar het is allemaal vluchten voor gewoon dat. Dus dat als het ware die overgave, moment van overgave aan I don't know, het is een groot iets. That's it. En de grap is, dan ontstaat er gewoon een stilte en een ruimte waarin kennis met een hoofdletter gewoon op kan komen. En dat systeem is gewoon ontstrest, dus die wordt heel effectief in de responsen op die zogenaamde wereld. Want er is geen angst meer. En er komen ook nog wat voorbij. Ik ben dan jaren op zoek. Het was van 15 vanuit de christelijke wereld. Ja. Verhaal, weg. It's not you. Jij bent het niet weten. Ja, precies, allemaal gelul. Sure, nou herken dat dus als ego-mind en gooi het aan de kant. Dat is een kletsverhaal. Radio-uitzending zoveel. Geschiedenis, toekomst, ik kom hier vandaan, ik ben daar geboren. Pff, wat je bent is helemaal niet geboren. Dat wat je bent heeft niets te maken en gaat vooraf aan naam en vorm. Goed, stay there. Meer heb je niet nodig. Naam en vorm zijn alleen maar praktisch voor praktische doeleinden. Auto, tafel, fiets, glaasje. Hartstikke handig, maar dat betekent niks. En die mind bezoeken, hè? Dan gaat die vraag toch zo iemand anders stellen. Ja, nou, kijk er gewoon naar en zie dat mind. De ego mind niks anders is dan een onrustige beweging. Ja. Die plaatsvindt in jou. In die oneindigheid. Ja, die proces aan de eerste is. Want het gaat... Die is het proces. Maar jij bent geen proces. Ieder proces, wat het ook is, is een waarneming. En het wordt waargenomen door jou. Die absoluut geen proces is, want het staat buiten tijd en ruimte. Dus, wat jij werkelijk bent, doesn't give a shit about welk proces. Ik heb wel meerdere vragen gesteld. Als je mij dan antwoordt, dan komt het ook niet aan. Dat kan. Ja. En, dus er zit hier ook zoveel intellect. Dus het is bijna verneukeratief om hier te gaan zitten. Nee, het is verneukeratief om hier zo te zitten. Het is ook verneukeratief om zo te leven. Ja, precies. Nou, en daar word je je bewust van hopelijk, dus levert er toch iets op. Ja. Dus daarom is het ook zo leuk, van je zei er straks van, en dan geef je een antwoord, maar het komt niet aan. Ja. Dat kan die ego helemaal niet beoordelen. Nee. Want er gebeuren op allerlei levels dingen die buiten het gezichtsveld van het ego liggen. Want het ego die heeft een simpel vraagje. En die wil op exact hetzelfde level een antwoordje hebben en dan iets voelen of dan moet er iets gebeuren. Maar zo werkt het helemaal niet. Ja. Zo werkt leven sowieso niet. Daarom is het zo vervelend om in zo'n smalle bandbreedte te leven. Want je loopt dan de hele tijd rond eigenlijk clueless. Terwijl je denkt van alles te weten en te begrijpen. Maar het zijn allemaal interpretaties. Er zit geen waarheid bij. Verhaaltjes gebouwd op verhaaltjes, gebouwd op verhaaltjes, gebouwd op verhaaltjes. En daar klampen we aan vast en alles wat daarvan afwijkt is eigenlijk meteen bedreigend en verontrustend. Het is heel geestig, terwijl er ook iets heel anders mogelijk is. Ja. Cool.